Yo, West van hier lukt. Ik kijk naar een nieuwe aflevering van Minecraft Island Survival. We zijn dus gebleven waar we vorige keer geëindigd waar we vorige keer gebleven zijn. Dit is onze farmer, daar hebben we een heleboel mee geruld. En dat gaf al 26 emeralds. Holy shit. Oké, we hebben dus 37 emeralds hier, 22 in totaal, samen 59 emeralds. Oké, jij had een power 3 of niet? Power 3, ja. Waar is die Infinity? Infinity zit beneden, volgens mij. Ja, hier is die. Hoeveel wil jij van de Infinity? 5 emeralds in het boek. Prima. Wat ik wil kijken is... Of ik nu een boog... Als ik een boog ga maken... Ja. Of ik daar dan ook Infinity op krijg. Mobs. 1, 2, 3. Als het goed is, als die jullie samenvoegen, krijg ik 1 goede boog. Nee, ik heb er nog meer nodig. Nog 2 nodig. Die en die. Nou, weer een hele boog. Ik wil kijken wat ik voor jou op deze boog kan krijgen. In de job table. Power 4. Heel mooi, heel mooi. Dus die boog die willen wij als het goed is gaan gebruiken. Die willen we gaan enchanten. Dat doen we niet deze aflevering. Want wij... Weet je wat? We gaan... Nog niet met kool doen. Dat gaan we niet doen. Wat wij gaan doen is wij gaan naar de Nether. Ja, we gaan naar de Nether. Dan moet ik deze kant op. Heb ik nog potions voor de Nether bij me? Heb ik nog potions? Ik heb 1 Night Vision potion. En Fire Resistance. Daar wil ik er ook eentje van meenemen. Oké. Dus we gaan op naar de Nether. We gaan dus levels verzamelen. Level 33 is in principe goed voor de eerste moment. Ja. Dus, we moeten dus helemaal die kant toe lopen. Oh, de donkere brug. De brug is heel donker, jongens. Oké. Heb ik dus iets voor mijn kippen bij me? Ja, we gaan de kip ook even... we gaan de eieren even schieten, want we komen daar toch langs. Dus dan gaan we dat meteen even doen. Ik heb ook mijn emeralds bij me. Oeh, is dat een kist bij de kippen? Ja, er is een kist bij de kippen, ja. Die kist waar ik de eieren in doe, daar laat ik de emeralds achter. Hopelijk onthoud ik waar ik mijn emeralds achterlaat. Niet dat ik er straks eieren in doe en de hendel overhaalt. En dat ding emeralds schiet. please niet. Ik zag dan creepen. Ik zie hem niet naar mij toe komen. Hey, kippen. Zullen jullie eruit? Oh, ik dacht ze ontsnapt waren. Oké, hallo kippen. Laatst geef jullie al mijn eieren. Ik geef jullie al alle eieren aan mij, niet al mijn eieren. Oké, hoeveel heb ik... Dit is een kip doorgegaan, op de een of andere manier. Ik heb geen idee hoe. Ja, het is nacht. Dus ik moet uitkijken voor creepers. Dus wat ik doe, ik ga hier opstaan. Ja. En daar is een skeleton. Geen creeper in de buurt. Oké, ik spring er weer in. Kijk nou, er zijn een heleboel kippen. Ja. Wat we gaan doen is, we gaan oogsten wanneer wij kippenvlees nodig hebben. Dat hebben we nu nog niet echt nodig. Dus we gaan alle eieren hier even instoppen. Eieren. Oké. We laten die even schieten. Ja, zodat er meer kippen komen. Dan gaan we de seeds even gebruiken op de kuikens. Hallo meneer zombie. Dag meneer zombie. Dat schiet aardig lang door. Dat is heel mooi. Ja, de schapen en de kippen zwemmen in het water. Oké, dan springen we er weer eventjes in. Zo, dan kan ik hier ook gewoon. Huh. Dan pakken we de seeds. Hallo mijn kippenvriendjes. Wee. Allemaal hartjes. Wie schiet er op mij? Jij godverdomme skeleton. Hoe waag jij mij te schieten? Hij topte een boog. Ik dacht maar. Seeds voor alle kippetjes. Je krijgt ook levels door, hè? Dus dat is ook fijn. Gewoon alle kippetjes te broeden. Krijg je een heleboel levels. Oh, kippetjes. Ja, ik wil geen emerald voeren. Er zitten heel veel kippetjes in het hoekje, hè? Even pukken. Kijken of het er nou bij kan. Wat ik wel cartoon is, ik kan deze hele hop kan ik hier weghalen. Want die hop die werkt totaal niet. Oh nee, de klant. No! Kippen! Please! No! Please!
Please. Nee, alle kippen gaan naar binnen. God damn it. Alle kippen komen hier naar buiten lopen. Oh, dan moet ik dat boog ook nog gaan gebruiken ook nog. Oké, hij is dood. Nou heb ik dit bogen nog gebruikt, dat was helemaal nieuw. Okay, nou, alle kippen gaan hieronder zitten. En dat wil ik liefst niet. Liever niet. Dus ik kan alle kippen die hieronder zitten, moet ik even door. Hè. Sorry kippetjes, ga hier nou niet onder. Ga hier nou niet onder. Oké, eigenlijk boeit het me niet zoveel. Ik heb nog seeds voor jullie. Oh, seeds. Heerlijke seeds voor alle kippetjes. Er komen alle kippen het gat uit. Seeds. Ja, hartjes, kom. Willen jullie niet meer seeds? Ik wil alle levels. Ik wil level 30 halen, kan dat? Oh, kijk eens aan. Heel veel hartjes voor de kippetjes. Level 30, nice. Ik geef ook seeds aan keukens, ik weet het. Holy shit, wat een kippen. Maar kijk waar de keukens er ook wat tussen zitten. Zoveel seeds, zoveel keukens, zoveel kippen. Kunnen we kijken hoeveel kippen hier in de buurt zitten? Ik heb nog net screenshots gemaakt. Entity. 200. 212 entities. Er zijn hier met 200 kippen, jongens. Er zitten hier met 200 kippen in. Holy shit. Kom maar. Nog meer kuikentjes. In het hoekje. Oh, ja, jullie hebben het niet gehad. Ik heb nog wat over. Wat seeds over. Dus ik wil de kuikens ook wat seeds geven als het nodig is. Oh, die kippen. Hoef nou maar, als er nou twee knippers komen allebei. Dat is de helft van alle kippen dood. Oké, ik heb nog 10 seeds. Oké, kuikentje. Kan ik nou 10 seeds geven? Ik kan gewoon 10 seeds hier ophouden, denk ik. Huh, kan dat niet meer? Ik had dat het kon. Dit is de 10 seeds die ik op kon gebruiken. Wacht. MC stats. MC MMO doet het niet meer. MC MMO doet het niet meer. Waarom doet MC MMO het niet? Oké. Okay. Sorry kippetjes. Ik ga even kijken hoeveel entities zit hier nou. Ik heb weer een screenshot gemaakt. 241. om precies te zijn. MC stats. MC MMO doet het niet. Ik heb geen idee waarom MCMO het niet doet. Er zit daar een zombie. Ik weet niet. Ik heb geen idee waarom MCMO het niet doet, eerlijk gezegd. Ik ga eventjes kijken wat dat alleen. Ik ga even contact nemen met de server. En dan ga ik even kijken of ik dat kan verhelpen. En ik ben weer terug. MCMO doet het weer. We hadden blijkbaar een nieuwe versie van MCMO geïnstalleerd. Of geüpdate. En die versie die is blijkbaar teruggetrokken. Dus doet het niet meer. Wij kunnen gewoon naar de nether gaan nu. Dus dat gaan wij even doen naar de nether. En we zijn er weer. Is dit onze netherplek? Ik herinner me dit niet, maar... Oké, we zijn er terug in de nether. Dit is een hele diep. Het is donker in de nether. Ja. Wat ik ga doen is, ik ga niet mijn poison gebruiken. Dus zet die gewoon op... alternate blocks. Ik heb geen idee wat dat doet, maar... waar heb ik net op geklikt? Ik heb net alternate blocks. Off, on. Wat verandert precies in die blokken? Use alternate blocks models voor zo'n blocks. Oké, ik wil gewoon op on zetten. Dat heeft te maken met mijn texture pack. Oké, we zetten terug in de nether. We gaan dus op zoek naar quartz om te hakken. En hier is nog wat quartz. Hopelijk sla ik geen pik meer, zoals de vorige keer gebeurde. Hey, mining level 200. Nice. Jullie zijn niet meer boos op mij. Gelukkig. Maar iedereen weet misschien wat er gebeurde in de vorige aflevering. Dat ging niet goed, jongens. Dat ging echt niet goed toen. Oeh, ik wou er eigenlijk inspringen, maar dat was geen goed idee voor mij. Oké, waar is nog meer quartz? Ik herken dit stukje. Hier ben ik achterna gezeten door de zombie pigment.
Hey! Hier is iemand geweest. Ik weet niet of ik hier geweest ben, maar... Oké, we gaan even hier naar boven. Kijken of er quads is. Ik zie niet zoveel quads. Kan ik die jump maken? Yes, oké. Als ik naar lava val, in het geval dat, dan gaan we dit potion heel gauw drinken. Want dan ga ik niet dood. Om het simpel te zeggen. Is een heleboel quads weg. Je kunt zien. Hier ben ik al geweest. Ja. Ik wil eigenlijk naar die kant toe. Dus. Fire resistance. Ga je gang. Als het goed is, kan ik nu zwemmen hierin. Hey, we kunnen zwemmen in de lava. La la, zwemmen in de lava. Na 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 na. Oké, we zwemmen aan de overkant. Ja, we hebben fire resistance. Dus voor 8 minuten. Voor 8 minuten zijn we zeker wel aan de overkant. Dus ik heb maar 1 potion meegenomen, helaas. Ja, dan zijn we niet meer van die potions. Want ik had er 2, maar ik wilde wat bewaren voor de Ender Dragon. Want de Ender Dragon schiet met vuur, volgens mij. Doet hij dat? Ik weet niet. Ik weet niet precies wat hij doet. Maar ik kan hem wel goed gaan gebruiken daarvoor. Dus het is handig. Ik kan even naar de overkant zwemmen. In de lava. waarom gaan we naar de overkant? Omdat hier quartz zit. Quartz. 7 minuten. Ik hoor de cast. Cast zijn vervelend. Zeker als je andere plannen hebt. Dan die de cast hebben. De cast met de motoren. En je hebt geen plan om door te gaan. Kijk, hier ben ik blijkbaar nog niet geweest. Extra omdat er allemaal lava omheen zit. Top een cast. Niet zingen. Ik hoef je niet te horen zingen. Nog meer leveltjes. Oké, ik ben naar boven. Kom op. Laat mij naar boven. Laat me naar boven. Oké. Kan ik deze kant op? Of moet ik dan ook over lava heen? Nee, hier is nog quads. Nice. Zo. Oeh, hier is nog heel veel. Nice. Wat pickaxe is dit? Dit is een visie 2. Het gaat aardig snel, moet ik zeggen. Ik heb geen haste of zo, dus ik weet niet waarom. Een les of zo lijken, denk ik. We gaan hier even naar boven. Ik heb geen idee of ik ooit aan deze kant ben geweest. Dus ik hoor ergens een Netherforce tegen, die wij nog helemaal niet tegen zijn gekomen. Dan kunnen we nog een kijkje gaan nemen. Ik zie hier wat quads in de wand zitten. Is alles veilig om dat er even uit te hakken. Als we kijken of er geen lava beneden is. Zo, meer quads. Allemaal mooi. We hebben level 31. We gaan misschien door tot level 36 of zo. Misschien. Ik weet niet hoe lang we doorgaan. Wij blijven even hierboven. We gaan die kant op. Kijken waar we dan allemaal uitkomen. Hier is een heel groot lava lake, zo te zien. Hier is nog meer quartz. Deze kant gaan we dan op. Oeh, hier is een heleboel. Nice. Ik moet de aflevering even op een half uurtje houden. Of een stipt op een half uurtje, denk ik. Dan ga ik even kijken. Even kijken hoe. Ik heb het. Even kijken. Ik had hierna voor een stukje opgenomen. Voordat ik eventjes MCMO ging. Weghelpen. Even kijken hoe lang was dat stukje. Dat stukje was. 8 minuten. Oké. Dan weten we dat weer. Dan kunnen we hier nou doorgaan tot over 22 minuten. Ja. Want als ik stop met de opname. Bijvoorbeeld net voor de MCMO dan. Stop ik de opname helemaal. Dus daarom. En dan kun je soms als een keer een stop doen in de opname. Dan kan de aflevering soms wel langer duren. Omdat ik niet weet hoe lang het eerste deel was. En dat is nu 8 minuten. Dan weet ik dat gelijk. Oh, hier zit heel veel. Hier zit heel veel quads. Nice. Zoveel levels erbij. Yes. We hebben al level 33. Dat had een beetje fout kunnen aflopen als er lava was geweest. Oké, daar zijn de blokken onder. Oké. Jou ook nog. Oké. Wij gaan even gauw weer naar boven. Ik ben niet van plan om daar naar beneden te vallen. Kunnen we hier ergens nog langs heen? Hoe lang hebben we nog? 3 minuten. Kan ik daar naar de overkant zwemmen? Ik heb geen idee. Jump!
Oeh, dat ging nog niet goed. Ik ga even regenen, want er is één vuurbal van de kerst nodig en ik ben dood. En ik hoor een kerst, dus doodgaan is geen optie met 33 levels. Zo, nice, nice. Alle levels. Hier nog meer. Oh, kerst, please. Leave me alone. Dat is die. Schiet. Voor mij heeft de kerst zichzelf doodgemaakt. Of in de lava gezwommen. I don't know. Maar wij mijnen deze quads even op. Want ik heb geen zin om te gaan tennis met de kerst. Hier is nog een stukje. Hier is nog meer. Daar is dat weer. God damn it, kerst. Oh, die is bijna. Oh, kut. Oké, hij is weg. Oké, dat is niet zo dodelijk, maar onze helm is bijna kapot. Dus daarom hebben we gauw nieuwe armen nodig. Daarom kwamen we waarom we deze levels maken. Ook om nieuwe armen te maken. Oké, ik moet toch echt die kant op, naar die gas toe. Want dat is de enige kant waar ik op kan. Voor mij is de kerst dood, want ik hoor hem niet meer. Oké, hier is nog wat quads. Zo, een heleboel, heel veel, veel of grote delen met quads. Heel handig. Kijk, hier is nog een stukje. Oh, nog een stukje eronder. Hey, nog meer quads. Nice. De dikte even per ongeluk naar beneden, dus dat er nog meer. Altijd nice, altijd nice. We hebben nu al level 34. Holy shit, wat een quad zit hier. Jongens, we hebben de quads mine gevonden. Holy shit. Heel veel quads. Yes, yes. Oké, hier is nog een stukje. En level 35. Oké, we hebben nog een paar levels. Misschien dat ik level 37 doe. Zodat we één level hebben om te kunnen verbranden, wegbranden als het nodig is. Ja, ik hoor de kerst, ik hoor de kerst. Hij zal hier zo ergens achter zitten. Maar hij was in de boom geplogen straks. Je bent niet boos op mij? Nee, oké. Okay. Nog meer quads, yeah, oké. Okay. Pak alle quads. En we zijn bijna level 36. Nice. Heel nice. Zo. En hoppa. Oké, bijna level 36, zoals ik al zei. Hoe lang hebben we nog fire assistance? Shit, ik kom daar niet naar de overkant. Dat is jammer. Voor mij zit ik nou op een beetje op een verkeerd plekje. Dat wil ik niet naar beneden vallen. Ik heb geen enderpearl. Oké. Wat we kunnen doen, is we kunnen een bruggetje maken. Kunnen we daarbij, ja of nee? Ja, we kunnen daarbij. Nice, bruggetje gemaakt. Dan plaatsen we hier wat. Zo, dat ons heeft beschermd tegen die lavastroom. Oké, dan kunnen we dit blok even omhakken. Weghakken, omhakken, het is geen boom of zo. Dus, zo, dit halen we even weg. Voor alle levels natuurlijk. Oké, en nou gaan we wegwezen, want de lava komt eraan. Oké, ik moet niet in die lava vallen. Oké, hoeveel levels hebben we? We hebben 500 levels, dus we moeten nog een paar. Daar is het quads, daar is het quads, daar is het quads. Dit is de quads paradise, jongens. Dus, holy shit, hier is ook eens veel achter. Nice. Ja, dit is gewoon wat je nodig hebt. Als je quads zoekt, en je hebt het gewoon nodig. Ik had bij huis bijvoorbeeld ook van heel veel quads gemaakt. En ik heb offscreen ook een heleboel quads verzameld voor het huis. En toen kon ik eigenlijk heel weinig vinden. Ja. En, dat vond ik eigenlijk nooit zoveel als je nu ziet. Heel veel blokjes dicht bij elkaar.
Ik dacht dat ik een slime hoorde. Maar kijk, hier is bijvoorbeeld een heleboel hierboven. Dat is van die hele grote veins, zoals je dat noemt. Veins met quartz. Je hebt ook veins, diamond veins. Ja. En kijk, hier zitten gewoon heel veel twee veins dicht bij elkaar. En straks ook al wat drie veins dicht bij elkaar zaten. Dus dat geluk moet je hebben. En dat had ik toen niet. Nee, ik heb toen 2 uur lang alleen maar quartz zitten hakken in de netten. En ik kan je vertellen, dat is echt niet fijn om te doen. Nee. Oké, we hebben 36 levels. We willen nog naar 37 levels gaan. Hier is nog wat quartz. Alleen, daar zit lava omheen. Dus dat is niet fijn. Kan ik hier wat blokjes plaatsen? Zo. Oké. Die laten we dus gewoon zitten. Zo. Kom. Oké. Bijna level 37. Oké. Is er nog echt wat andere quartz in de buurt die ik even kan minen? Of is dit weer een doodlomp stukje? We kunnen hier altijd nog naar boven. Nou, ik zie dat quartz zitten, dus... Glowstone heb ik niet nodig. Glowstone is handig als je een Silk Touch pickaxe hebt. Ik heb dit moment geen Silk Touch pickaxe. Ik denk ook niet dat het nodig is voor deze serie. Want een Silk Touch pickaxe... Oké, hier is quartz. Een Silk Touch pickaxe is handig, ja. Dus in Survival Quest zullen we dat sowieso nodig hebben. Dan gaan we de diamonds en blokken hakken. Gaan we in ons eigen huis gaan we ze dan... gaan we ze dan minen? Of gaan ze dan met een fortune pickaxe dan minen? Dat is handiger voor ons natuurlijk. En we zijn level 37, maar ik wil liever nog even doorgaan. We gaan nog even een paar minuten door. Kijken hoeveel we nog kunnen vinden. Kijk, een baby. Die zie ik al zo schattig uitzien. Kijk dat kopje. Zo raar kopje hebben die dingen. Nou, we gaan nu naar home toe. En we zijn weer thuis. Ja, we hebben een heleboel quartz en heel veel. Ik heb ook een heleboel eieren. Oké, dus we gaan straks even langs de kippen. Wat we dus gaan doen, ik ga eerst eventjes naar de zee toe. Nee, hoeft niet. Ik dump alles wel even in een nether chest. Nether. Ik gooi de hopper ook wel even in. Alles dump ik even in een nether chest. Oké, ook al is er geen nether, ik dump het er even allemaal in. Ik heb even geen zin in al dat grij. Behalve deze en de appels. Heb ik bijvoorbeeld een gold? Waar heb ik mijn gold in gelaten? Is allemaal gold op. Nee, ik heb wat gold. Dan kan ik hier gelijk even wat golden apples van maken. Zoveel als ik kan. En de volgende aflevering gaan we wel minen. Ja. Op zoek naar meer. Kijk, hier heb ik gold apple. Hier heb ik wat golden apples. Ja, dit is eigenlijk... die gaan we natuurlijk gebruiken voor... ik dacht dat er meer golden apples had. Waar zijn die gebleven? Farming. Stone. Food. Ja, food. Dus dit... die golden apples, die golden apples, ja, die gaan we al gebruiken voor de Ender Dragon. Daar gaan we langzaam natuurlijk op richten. Deze aflevering, ik weet niet of de aflevering precies is, maar ik denk dat we hierna nog ongeveer 10 afleveringen hebben voordat wij echt de Ender Dragon gaan slaan. Dus het is niet zo heel veel. Nee, het is voor mij 10 dagen en dan gaat het alweer beginnen. Dus dat is heel mooi. Wij gaan even eten en dan heb ik onze diamonds nodig natuurlijk. En dan heb ik ook sticks nodig. Zo. Want dan gaan we kijken wat kunnen we maken. Oké, de boots. Hier. De emmers doe ik even weg. Boots. Zijn die boots geenchant? Nee, deze boots zijn niet geenchant. Wat kunnen we uit de boots krijgen? Texture 4. Die willen we natuurlijk hebben. Dus die gaan we gelijk enchant. En dan is onze hele set is klaar. Dat is echt geweldig. Lapis. Dan moet ik hier lapis uithalen. We hebben een heleboel lapis. Dus dat is echt geen probleem. Voor mij is dan onze god set is helemaal klaar. Dus dat is dat heel fijn. Lapis doen we erin. En dan de boots. En level 4, protection 4. En unbreaking 3. Geweldig. Daar doen we het voor. Dus nu gaan we kijken hoe ons set eruit ziet die wij gaan gebruiken. We hebben, zoals je ziet, protection 4 en unbreaking 3 boots. De beste die je kan krijgen. Ja, je kunt ook verder falling en zo krijgen. Maar is niet nodig. Dan hebben wij pants met protection 4 en ook unbreaking 3. Dan hebben wij een chestplate met ook protection 4 en unbreaking 3. En dan hebben wij een helm met protection 3. Ja, de helm kan natuurlijk wat beter. Ja, maar het kan er weer door. Ik weet niet wat hier op staat. Hier staat respiration 3 op. Dat was dus een jammer helm. Zo, die doen we daarop. En die daar. Dit is onze god set. Dan hebben we onze god sword. Ja. Daar staat dus op sharpness 4.
knockback 2 en fightback 2. Wij gaan dus ook een nieuw zwaard maken. Heb ik eerst een nieuw zwaard tussen zitten? Ja, wat kunnen we op dit zwaard krijgen? Wij kunnen op dit zwaard een breaking 3 krijgen. Staat hier een breaking 3 op? Nee. Dus deze wil ik sowieso maken. Ja. En er staat een knockback op. Oké. Anvil. Ik heb beneden een anvil staan. Hoeveel levels kost mij? Oh, mijn anvil is kapot. Ja, dat gebeurde de vorige aflevering. Ik heb iron voor een nieuw anvil. Dat is geen probleem. Ik moet 3 blocks hebben. Zo, 1, 2, 3. En zo. En een nieuw anvil. Zo, dus zetten wij boven bij de enchantment table neer. Want ik wil kijken wat of hoeveel kost het als ik deze meteen wil gaan. Ik wil die combineren met die. Ik was met 12 levels. Krijg ik een breking bij op. Oké, dat gaan we dan niet meteen doen. Nee, dat kan ik offscreen wel even doen. Ja, offscreen naar de nerden gaan, want ik wil niet echt gaan kijken. Oké, dus wat we nou willen doen is, ik wil een nieuw zwaardje maken. Ik heb geen nieuw zwaardje. Ik wil een nieuw zwaard maken. Want ik wil een andere sharpness 4 zwaard. Ja, die wil ik ook gaan combineren met die. Met deze, sorry. En de sharpness 5 krijgen. Dat is het beste wat ik wil. Wat kan ik hier op krijgen? Knockback 2. Moet ik het doen of moet ik het niet doen? Moet ik het doen of moet ik het niet doen? Knockback 2. Ik doe het. Sharpness 3. Oké, als ik nou die twee ga combineren, krijg ik geen sharpness 5 volgens mij. Die. En die. Nee. Oké, dit zwaard. Ik ga dit zwaard gewoon gebruiken voor mezelf, denk ik. Voor spinnen en zo, ik weet niet. Nee, dit zwaard kan gewoon. Die bedoel ik. Ja. Als ik nou een zwaardje maak. Ja, maar meneer, we hebben diamonds genoeg. We hebben een fortune pickaxe, dus het maakt echt niet uit wat er allemaal gebeurt. Zo. Die doen we hierin. Wat krijgen we nu? Weer een knockback 2. We hebben geen levels ervoor. Nee, dan moet ik weer terug gaan naar de nerden. Maar de aflevering is al bijna ten einde. Dus ik ga. Weet je wat? Ik ga even naar nerden. Ik ga weer een heleboel levels verzamelen. Offscreen. Ja, en dan kom je terug en dan kunnen we meerdere dingen gaan enchanten. En ik ben weer terug. Dus hier heb ik 41 levels. Ik heb een heleboel quartz gehakt. En dat duurde mij ongeveer een 3 kwartier. Dus ik vond er wel meevallen, eerlijk gezegd. Dus ja, ik heb een paar potions gebrewd. Een paar fire protection potions. Dus we gaan kijken. Gaan we nou deze knockback weer doen? Hopelijk dat we sharpness 4 krijgen. Wil ik dat doen voor 3 levels? Nee, ik wil het niet doen voor 3 levels. Ik wil kijken, wat krijg ik op andere armen? Heb ik nou armen over? Nee. Dus ik ga bijvoorbeeld een diamond helm maken. En hopen dat er protection 4 op staat. Wat krijgen wij op de helm krijgen? Respiration 3. Oké, ik wil dat doen. En fire protection. Oké, een prima helm die we gewoon normaal kunnen dragen nu. Wat kan ik nu krijgen op dit zwaardje? Een breaking 3. Nee. Dat wil ik ook niet doen. Mijn helm was bijna kapot. Dus ik heb nu een nieuw helmpje. Ja, en ik wil ook een nieuwe chestplate hebben. Dus gaan we ook een nieuwe chestplate maken. En kijken wat we deze chestplate kunnen krijgen. Hopelijk iets goeds. Ja, Taunts 2. Dat is waarschijnlijk protection bij op. Hopelijk. Ja. Prima chestplate voor mij gewoon nu om te dragen. Hè. Gewoon om te dragen. Niet voor de PvP. Wat kan ik dus nu krijgen op dit zwaardje? Waar is het zwaardje? Dit zwaardje. Weer knockback 2. Weet je wat? Ik yolo het gewoon. En er zit alleen knockback 2 op. God damn it. Please. Waarom? Ik heb zoveel zwaardjes nu. Ik heb geen idee wat ik ermee moet doen. Ik moet waarschijnlijk zo weer naar de nether gaan. En weer levels gaan kruinen. Of ik vraag aan de server om levels. Bane of Art Spots. Nope. Dat gaat niet gebeuren. Ik kan een leveltje gaan wegkruinen met. Heb ik iets in zwaard of zo? Ik heb hier een pickaxe. Kan ik een silk tussenop krijgen? Efficiency 4. Ik maak een diamond pickaxe. Met efficiency 4. Dat zou wel mooi zijn als ik kan. Dan wordt het natuurlijk efficiency 3 of zo. Of in breaking. I don't know. Wat gaat het worden? Ja, efficiency 4. Nice. Plus silk touch. Yes, plus silk touch. Yes, boys. Dat willen we zien. Oké, nu kan ik sharpness op zwaard krijgen. En nu een beetje 3. Shit.
Jongens, ik ga maar weer naar de net. En ik ga weer wat levels verzamelen. En dan ben ik zo dadelijk weer bij jullie terug. Ik ben weer terug. 600 leveltjes. En ik heb nou geen zin meer. Ik heb geen quads en geen netten meer zien. Ook het duurt maar 20 minuutjes of zo. Ja, om deze levels te krijgen. Dus dat viel wel mee. In principe. Op dit zwaardje. Dus ik kon wel op het zwaardje weer krijgen. Een breking. Dat wilde ik dus niet hebben. Nee. Heb ik iets anders om te enchanten? Dat is een pickaxe. Nee, ook een breking. Broekje. Kunnen we een broekje maken? We hebben gewoon diamonds genoeg. Eigenlijk hebben we de diamonds helemaal niet meer nodig. In principe. We hebben al een god set dus. Protection 4. Ja, graag. Protection 4 breken. We hebben eigenlijk twee van die pants nu. Dus die pants kunnen we nou ook gewoon aandoen. Zo. Wat kan ik nu op zwaardje krijgen? Sharpness 4. Kom, sharpness 4. Dat is een breaking 3. Oh my god. Ik kan hem gewoon YOLO en hopen dat daar sharpness opstaat. Maar ik heb gewoon geen idee dat het opstaat. Weet je wat? Ik doe het gewoon. En er staat natuurlijk zeker alleen een breaking op. Met smite. Waarom staat er smite op? Ik wil geen smite. Ik wil sharpness 4. Geen smite 4. Oh my godness. Waarom? Ik kan maar één keer enchanten en hopen op een sharpness. Ik hoop echt op een sharpness nu. Please, laat er een sharpness 4 staan. Laat er een sharpness 4 staan. Knockback 2. Ik YOLO het en ik koop sharpness 4. God damn it! Waarom? Ik wil gewoon een sharpness 4. Ik wil geen been. Ik wil geen knockback. Ik wil geen smite. Ik wil een sharpness 4. Jongens. Dit is het einde van deze aflevering. En moet je nou in mijn inventory kijken. Ik heb zoveel zwaardjes gemaakt deze aflevering. Dit is gewoon niet te geloven. Dit is alle zwaardjes die ik heb gemaakt in deze aflevering. Ik heb upbreaking 3, knockback 2, pain 4. Ik heb sharpness 2, knockback 1, fire aspect 1. Ik heb sharpness 3, knockback 1, knockback 2. Ik heb, oh my god. Moet kijken naar de zwaardjes ik heb. Dit is mijn godsword, by the way. Dit is de godsword. Oh my god. Waarom, server? Waarom heb je dit gedaan met mij? Waarom? Waarom? Wacht, ik kreeg naar de melding. Wat is dat? Wat is dit? Wat doet dat zwaard hier? Nee. Nee. Wacht even. Ik krijg even iets op mijn telefoon. Wat is dit? Oh my god, oh my god. We hebben een sharpness 4 knoop gekregen. Jongens, ik moet even vertellen. Kijk, ik was net, voordat ik naar de netten ging, of was in de netten, en een van mijn administrators was online. Ja. En die administrator, die vroeg van mij, ik zat in een Skype call met de administrator. En zei, waar ben jij nu dan? Hij zei, je zit al een aardig tijdje op de server, maar ben je wat afleveringen aan het grinden? Ik zei, ik ben wat afleveringen achter elkaar aan het maken. En ik ben nou even offscreen in de netten wat levels krijgen, want ik wil een sharpness 4. En zeg, ik heb totaal al wel 5, 6 zwaarden gemaakt, en dan krijg ik maar steeds geen sharpness 4. En zei hij tegen mij, oh, ik hoop dat jij een sharpness 4 krijgt zo dadelijk. En ik zei, ik hoop het ook. En ik ging toen net terug naar mijn huis, en hij zat net op de server, en hij is nu weg. Ja, want ook als hij erop, dan zie je het niet. Maar hij heeft blijkbaar zitten kijken in mijn inventory, wat voor zwaarden ik kreeg. En hij had medelijden in mij. En hij stuurt me net via Skype een berichtje. Cadeautje van de server. Ga de draak verslaan. Oh. Echt bedankt. Dank je, bedankt. Echt, ik bedankt. Dus we hebben nu deze. Ja, en we hebben die. En hoeveel levels kost het om die samen te voegen? Die. Nee, andersom. Die en die. 7 levels, chapter 5. Yes, boys. Yes, boys. We got it. We got him. Yes. Oké. Okay. Kunnen we hier een breaking op geven? Heb ik een standaard breaking zwaardje? Deze. Hoeveel kost het om die erop te doen? Een breaking erbij op. 14 levels. 14 levels. Nee, want ik wil ook nog een boog. Ik wil ook nog een boog. Mijn boog is nog niet klaar. Ik wil ook nog een boog. Nee, nee.
Ik heb die nodig. Oké, dit is ons God Sword, jongens. Daar is hij dan. Tada! Dit is onze God Sword. Dus dit is dan weer ook het einde van deze aflevering. Ja, jongens. We zijn helemaal klaar voor het gevecht met de draak. Zodat we de potions en de boog na. Maar bedankt, Surfer. Ik wil jullie bedanken. Ik weet dat jullie mijn video's kijken. Ik vind het echt bedankt. Bedankt voor degene administratie van Freeze Hosting. Zij helpt mij hiermee. Ik ken nou iemand die Freeze en die helpt mij daarmee. Dus voor degene die weet wie het is. Dat is het einde van de aflevering. Veel gebeurd. Ik heb zo lang in de nerd gezeten. Ik kreeg maar geen Sharpness 4. En zo kreeg ik een creation van de server. Dat is gewoon leuk. Hè? Dat is gewoon leuk dat je van mensen zo'n cadeautje krijgt. Dus dat is het einde van deze aflevering. Voor deze aflevering leuk. Laat natuurlijk een like achter. En abonneer als je nieuw bent. En hopelijk zie ik jullie allemaal in de volgende aflevering van Minecraft Islands Survival.